willen eigenlijk altijd proberen zoveel mogelijk met quads te werken. Quads hebben we het over gehad. Dat zijn faces met vier zijdes. Dus als we kijken hier naar deze face, heeft hij 1, 2, 3, 4 zijdes. 1, 2, 3, 4. Hoeken kun je eigenlijk ook tellen. 1, 2, 3, 4. Als je het lastig vindt om te zien, kan ik naar vertex gaan bijvoorbeeld. En dan kun je eigenlijk gewoon die vertices tellen. 1, 2, 3, 4. Dus dat is een quad. Nou, als we verder kijken naar model. Nou, quad, quad, quad. Dat zijn allemaal quads. Alleen dan gaat er hier, als we deze eens gaan tellen, gaat er iets mis. Dan tellen we er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dat zijn er geen 4 meer. Dat is er, ja, te veel. Dus dit is een n-gon. Dus misschien kun je dat onthouden als no-no-gon of no-gon. Dat is in ieder geval niet goed en dat willen we fixen. Nou, een makkelijke manier om dit soort n-gons te fixen is om naar deze tool te gaan. Dat is de Multicut tool. Je vindt hem ook hier als je naar je modeling toolkit gaat. Even kijken, hier, Multicut tool. Nou, selecteren we deze. En hoe deze tool werkt is. Even naar de versies gaan. Hoe deze tool werkt, en je ziet het eigenlijk al, hij snapt eigenlijk op deze vertex. Ik moet hem alleen nog even selecteren, dus ik klik hierop. En dan moet ik aangeven waar tussen wil ik een edge gaan zetten. En we willen natuurlijk quads gaan maken, dus het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4 kunnen maken. En dan hebben we hier ook 1, 2, 3, 4. Dus dan zou er van deze kant naar deze kant een edge tussen gezet moeten worden. Nou, dan deed ik dat met de multicut. Alleen nu zitten we nog steeds in die tool. En dit is eigenlijk een soort preview. Dus ik moet nog even op enter drukken. En dan heeft hij de edge echt gezet. Dus dan is hij gemaakt. En in dit geval zou dit nu dus correct zijn. Dan hebben we hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dus dan hebben we weer quads. Nou, ander ding, want dat is dus optimalisatie. Ander ding waar we op moeten letten is onnodige edges. Edges die geen functie hebben. Creëren dan dus extra tries, terwijl dat niet nodig is. En in dit geval is een hele simpele tafel. En let dus ook goed op die try count. Hebben we hier dus edges zitten die naar mijn idee geen functie hebben. En geen functie, daar bedoel ik dus mee dat ze eigenlijk niks doen voor de vorm. Dus ik dubbelklik even op deze edge, dan pakt hij me rondom. En als je het zeker wil weten, dan zou ik zeggen, gooi hem gewoon weg. Dus control. Delete, om echt alles te deleten. Is mijn vorm veranderd? Nee, het is nog steeds dezelfde vorm. Dus dan gooi je hem lekker weg. En je zag ook, die try count ging in één keer een stuk naar beneden. Nou, hier precies hetzelfde. Heeft deze een functie? Hij zou bijvoorbeeld, als hij zo zou zitten, zou hij een functie hebben. Want als ik hem dan zou verwijderen, ik ga weer naar Edge, dubbelklik op die Edge, control delete. Dan zie je in één keer dat mijn vorm helemaal is veranderd. Dus dan zou ik deze edge nodig hebben om deze vorm te kunnen bereiken. Dus dan zou ik hem nodig hebben. Heeft hij een functie? En is het prima dat hij gewoon wat counter bijgooit? Dat is helemaal oké. Alleen stel ik wil wel gewoon die mooie langwerpige tafel. Even Ctrl-Z terug naar hoe die was. Dan heeft hij geen functie. Dus ik dubbelklik, Ctrl-Delete. En ik zie dat de vorm nog steeds hetzelfde blijft. Dus hij heeft niks gedaan voor mijn vorm. Dus gooi hem weg. En dan zien we ook weer dat die try count een stuk naar beneden is. Dus dat is ook heel belangrijk. Nou, dat zijn die dingetjes. Dus je n-gons kan je oplossen door een edge tussen te zetten met een multicut tool. En kijk altijd, en dat kan gewoon tijdens het modelen, maar dat kan ook als je denkt, nou, nu ben ik klaar. Dan zoom je even uit. Ga je goed rondkijken. En kijken of elke edge wel een functie heeft. Dan nog een ding voor optimalisatie. Probeer altijd na te denken, ziet de speler dit? Gaat de speler deze faces zien of niet? En waar ik dan op doel is eigenlijk bijvoorbeeld hier. Als ik deze poot selecteer en ik trek hem naar beneden, dan zit hier een face. Rechtermuisknop ingedrukt houden, face. Deze. Gaat iemand die ooit zien als deze tafel zo in elkaar zit? Nee. Gaat niemand zien. Dus dan is de regel weggooien voor optimalisatie. Dus we selecteren rechtermuisknop face, of hier hè, aan de rechterkant. Face, delete. En we zetten hem weer terug zoals hij was. En dat geldt dus ook voor deze poten. Dus al die poten moeten die faces moeten weg. Dus het ligt maar net aan hoe je hem hebt gemaakt. Je kan natuurlijk kopiëren en mirroren. Ik doe het nu even op deze manier. Zo.
Ander ding geldt dus ook om deze faces hier onderaan. Als de tafel altijd op de grond staat en hij gaat niet verplaatsen en niemand gaat er ooit onder kijken, hij wordt niet omgeflipt en maar hij staat echt vast op de plek, dan gaat ook nooit iemand deze faces zien die hier zitten. Dus dan geldt precies dezelfde regel. Rechtermuisknop face en de faces deleten. En dan zie je ineens hier ook weer dat die try count een heel stuk lager is geworden. En zo kan je dus je modellen iets meer optimaliseren voordat je gaat exporteren voor in je game. Dus denk altijd, kijk altijd goed of er n-gons zitten, of er loze edges zitten die geen functie hebben, en of er faces zijn die weggegooid kunnen worden omdat niemand het gaat zien. Maar probeer altijd na te denken, wat gaat de speler ermee doen? Dus staat het vast of is er kans dat deze tafel omgegooid wordt? Want dan wil je natuurlijk wel gewoon dat de poot een onderkant hebben. Dus denk daar goed over na.